De vierde editie van de Glazen Kooi vindt van vrijdag 27 tot en met zondag 29 december plaats op het Wilhelminaplein in Someren. Tijdens die drie dagen ligt er ook een schaatsbaan van 200 vierkante meter op het Wilhelminaplein. Nou, wethouder Swinkels, er komt een schaatsbaan in Someren. Hoe bent u daar zo mee gekomen? Ja, nou ja, je zegt het goed, hè. Hoe is dat zo gekomen? Het is eigenlijk een idee wat we al meerdere jaren koesteren als Zumrenaar. We willen rondom de kerstvakantie een gezellig plein hebben. We zijn inmiddels gestart met een centrumregisseur die in de Winkelstraat en in het centrum aan de slag gaat. En wij wilden vorig jaar al een eerste stap maken door samen met de OVS te investeren in verlichting in de Winkelstraat. Kerstboompjes rond het centrum. En dit jaar wilden we er een schepje bovenop doen door toch een soort winter-event te maken. Nou, het is geworden winterpret in Zumeren. En ja, daar hoort de schaatsbaan bij. En ik ben wel trots om daar aan te kondigen dat wij met een aantal partijen het mogelijk gemaakt hebben dat die schaatsbaan er dit jaar ook echt komt. Het is maar drie dagen in plaats van twee weken, maar misschien volgend jaar al langer. Maar dit is wel echt een primeur voor Someren dat wij hier op 27, 28 en 29 december een schaatsbaan hebben, een draaimolen hebben, leuke kraampjes hebben. Voor elk wat wils, kom naar het dorp. Nou, met wie organiseer je dit samen dan? Nou ja, we zijn aan het kijken, want de gemeente wil dat niet zelf organiseren, dat hoort ook niet. We wilden wel het initiatief nemen. Dus we hebben onze nek uitgestoken, een klein beetje de garantstelling voor onze rekening genomen. En dat moet de komende jaren zeker gaan groeien. En daarom vind ik het wel fijn dat er partijen zijn die dat initiatief overnemen van ons. De Glazen Kooi, hij komt hier achter te staan op dat moment, is een stichting vol jonge mensen, enthousiaste Zummerse. Jongeren en jeugd wil ik bijna zeggen, ja, die hebben zich eigenlijk aan dit initiatief verbonden. En die hebben gezegd, wij gaan dat de komende jaren mee ondersteunen. Dus de stichting De Glazen Kooi, die zorgt ook voor de vrijwilligers, maar dat moet je vooral aan hun zelf vragen. En de OVS-mensen, of de OVS-ondernemers doen mee, de horeca doet mee. Dus eigenlijk is het hele maatschappelijk veld wel eens een beetje betrokken. En als laatste hebben we natuurlijk een manager van alles, een logistieke spin in het web. In de vorm van Pierre Swinkels hebben we bereid gevonden om ook mee te doen. Pierre organiseert hier voor grootzomer al jaarlijks de kermissen. Komt uit het wereldje, kent het jargon, weet partijen te organiseren. En nou, met de hele samenwerking van deze partijen wordt het dit jaar mogelijk voor de eerste keer. Super trots op. Nou, Celeste Hellendoorn van de Glazen Kooi. Waarom hebben jullie besloten om hier aan mee te werken aan de schaatsbaan in Someren? Nou, uiteraard staan wij hier altijd tussen kerst en oud opnieuw met ons mooie evenement. En voor ons was het dus maar eigenlijk best wel logisch dat we graag deel zouden nemen aan dit winterpret in Someren. Om de mensen allemaal bij elkaar te krijgen en te genieten van alles wat hier gaande is. Dus voor ons eigenlijk alleen maar mooi meegenomen natuurlijk. Aangezien de mensen, het volk van Someren hier naartoe komt. En wij daar gebruik van kunnen maken om uiteindelijk weer voor ons doel het grote volk blij te maken met een aantal wensen die vervuld kunnen worden. Ja, wat is nou precies jullie rol daarin? Wij staan er sowieso als evenement drie dagen. En wij zullen ook onder andere de schaatsbaan voorzien van vrijwilligers die daar zullen gaan staan om de schaatsen te verhuren. Daar zijn we druk mee bezig om die te regelen. Dus mocht er nog iemand als vrijwilliger op willen komen dagen en ons helpen, zou dat super fijn zijn. Maar er zijn er al een aantal geregeld en daar zijn we ontzettend blij mee. En ja, we gaan er gewoon voor zorgen dat het een ontzettend mooi evenement wordt met alle partijen die hier aan meewerken. Oké, Pierre Swinkels van Swinkels Events. Wat komt er nou allemaal kijken bij het organiseren van zo'n schaatsbaan, zo'n winter-event? Nou, hier komen natuurlijk heel veel praktische zaken vooral. Dingen die eigenlijk ver van tevoren geregeld moeten worden. Zoals dit evenement bijvoorbeeld. Er zal ook een evenementenvergunning moeten zijn. Er worden wegafsluitingen worden aangevraagd. Er worden dranghekken geplaatst. Er worden verlichting moet worden aangesloten. Stroomvoorzieningen, de afdekking van de stroomvoorziening. Nou ja, kortom, heel veel praktische zaken. Waar ik eigenlijk in mijn jaarlijkse werk, we doen niks anders eigenlijk als evenementen. We nemen eraan deel als ook het organiseren. En zo ben ik ook hier in Someren eigenlijk een beetje hier ingerold bij dit winterevenement. Omdat we hier in de zomer ook de kermis organiseren. En daar toch een aantal praktische zaken toch sterk overeenkomen. En ook de contacten die we afgelopen zomer eigenlijk op hebben gedaan. En het jaar daarvoor ook eigenlijk al toch weer van een toepassing zijn op dit evenement. En we toch weer verschillende partijen aan elkaar kunnen koppelen. Omdat ook die evenementen toch ook met reclame en noem maar op toch wel een beetje aan elkaar verbonden zijn.
Dus voor mij eigenlijk een makkelijke taak. En ik ben ook wel licht vereerd in zoverre dat ik na de organisatie van de kermis dan ook hier deel aan mag nemen. En ja, ook hier de gemeente zomer in mag assisteren en helpen om die praktische zaken op een goede en veilige manier te gaan verzorgen. Nou, wat zijn nou de toegangspunten voor de schaatsbaan? Ja, blij dat je dat vraagt, hè, want het is voor de eerste keer. En ik zei al, de gemeente zomer heeft ook al een klein stukje van een garantstelling gedaan. En dat maakt ook wel dat wij vinden als gemeente, als college, dat het voor heel zomer toegankelijk moet zijn. Mensen met een grote en kleine beurs. Dus daarom hebben we het kunnen regelen dat de draaimolen die er staat, de carousel, staat er 3 dagen, die is gratis. Voor de kleinste jeugd. En de schaatsbaan, het is een redelijke schaatsbaan, hè, 20 bij 10, 200 vierkante meter, die kost 1 euro per uur. En nou ja, dat is toch aanzienlijk. Er zijn 70 paar schaatsen, want het is een kunstschaatsbaan, hè. Het is geen echt ijs, het is een kunstschaatsbaan. Dus je kunt ook niet met echte, je eigen schaatsen komen schaatsen. Die is maar 1 euro per uur. En het leuke is dat de horeca meedoet en iedereen die schaatst, die kan hier in het dorp gratis een beker warme chocomel krijgen. Nou, en dat maakt dat we ook de reuring naar de horecaopgang willen brengen. Er worden leuke prijzen uitgereikt, een tegoedbon voor het Wapen van Someren, een dinerbon bij Centraal, een arrangement bij Queens Plaza. Zo doet iedereen haar centje bijdragen en kunnen wij gelukkig gezien de kosten heel laag houden.